De Heilige Geest bidt voor je. Het is avond, het is al donker en de maan staat hoog boven de stad. Maar Rosa hoeft nog niet naar bed. Nee, ze mag vanavond met papa mee naar de kerk. Rosa houdt papa's hand vast als ze door de donkere straten van Rome lopen. Kijk, daar moeten ze zijn, in dat grote huis. Waar dat lichtje boven de poort brandt. Het is het huis van papa's vrienden Priska en Aquila. Daar is de kerkdienst. Papa duwt de poortdeur open en Rosa loopt met hem mee over de binnenplaats naar de grote kamer waar ze altijd zitten. Kom binnen, kom binnen, zegt Priska vrolijk. Hoi Rosa, wat fijn dat jij en je papa gekomen zijn. Zoek maar snel een plekje. We gaan zo beginnen. Er zijn een heleboel mensen en kinderen in de grote kamer. Misschien wel dertig. De vlammen van de olielampjes aan de muur flakkeren. Rosa gaat naast papa in een hoekje op de grond zitten. Een man stapt naar voren. Het is Rufus, de leider van de kerk. Beste vrienden, zegt hij. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie ook een paar nieuwe gezichten. Vanavond welkom. Welkom, we zijn altijd blij als er gasten zijn. Ik zal even uitleggen wat we vanavond gaan doen. Rufus houdt een opgerold stuk papier omhoog. Een paar weken geleden hebben we een brief gekregen: een brief van Paulus. Paulus is iemand die heel veel over de heilige boeken van de Joden weet. En hij weet ook heel veel van Jezus. Hij heeft Jezus zelfs een keer in het echt ontmoet. En Jezus heeft tegen hem gezegd dat hij alle mensen ter wereld over hem moet vertellen. En Paulus is nog nooit hier bij ons in Rome geweest, maar we hebben wel een tijdje geleden een heel lange brief van hem gekregen. En daar zijn we heel blij mee, want we zijn nog maar een paar jaar christenen. We hebben allemaal nog zoveel vragen. En Paulus legt in deze brief uit wat we niet begrijpen. Elke week lezen we een stukje uit deze brief. En dan gaan we er met elkaar over praten. En daarna gaan we eten, roept een jongetje. Rosa lacht. Dat vindt zij ook altijd het fijnste van de kerkdienst: dat ze met z'n allen gaan eten. Roefus moet ook lachen. Dat klopt, zegt hij. Als we met elkaar gepraat hebben, gaan we bidden. En daarna eten we met z'n allen. Goed, ik ga beginnen. Als je iets niet snapt, dan steek je gewoon je hand op en dan mag je het vragen. Wij zijn hier allemaal bij elkaar om bij te leren. Roefus rolt de brief van Paulus uit op tafel. En Prisca zet een olielampje naast hem neer, zodat hij goed kan zien. Het stukje dat ik vandaag ga voorlezen, zegt Roefoes, gaat over de Heilige Geest. Eh, uh, wacht even, zegt een jongen, die er voor het eerst is vandaag. Hij steekt zijn hand op. De Heilige Geest, wat is dat? Goed dat je het vraagt, zegt Roefus. Daarvoor moeten we even een stukje terug in de tijd. Je weet dat Jezus teruggegaan is naar zijn Vader in de hemel, toch? Ja, zegt de jongen, dat weet ik. Heel jammer. Ik had hem erg graag zelf willen ontmoeten. Rosa knikt. Zij zou Jezus ook wel eens in het echt willen zien. Maar dat kan niet. Want hij is teruggegaan naar de hemel. Zo jammer. Dat klopt, zegt Roefus, Jezus is in de hemel. Maar vlak nadat hij daar naartoe is gegaan, stuurde hij iemand naar ons toe om ons te helpen. En dat is de Heilige Geest. Ja, je ziet hem niet, zoals je de wind niet kan zien, maar hij is er wel. Hij helpt ons elke dag. Hoe dan? vraagt Rosa. Hoe helpt de heilige geest ons? Want ik, ik snap het eigenlijk nog niet. Het is ook moeilijk om te begrijpen, zegt Rufus. Dus laten we eens even lezen wat Paulus erover zegt. Misschien kan dat ons wel helpen. Rufus pakt de brief op en leest die voor. Beste vrienden, ik weet dat veel van jullie het heel moeilijk hebben. Misschien ben je ziek. Of misschien is er iemand gestorven van wie je zoveel hield. Rosa kijkt naar de grond. Ze bijt op haar lip. Papa en zij hebben het heel moeilijk, want mama is gestorven, een half jaar geleden. Zij moet nog altijd elke dag aan haar mama denken en ze mist haar zo erg. De brief van Paulus gaat verder. We snappen vaak helemaal niet waarom we het zo zwaar hebben. Heeft God daar een bedoeling mee? Kan God daar gewoon niet voor zorgen dat de verdrietige dingen niet gebeuren bij ons? Beste vrienden, zegt Paulus, laat ik het jullie maar eerlijk zeggen. Dat weten we niet. We weten vaak niet eens wat we aan God moeten vragen. Ja, denkt Rosa, dat klopt. Ze probeert wel eens te bidden, maar ze vindt het zo moeilijk. Want wat moet ze bidden? Dat mama terugkomt. Dat kan niet. Mama is gestorven. Dat papa niet meer verdrietig is, dat kan ook niet. Natuurlijk is hij verdrietig. Dan hoort ze de stem van Roefus weer. Maak je geen zorgen. Als je niet weet wat je moet bidden. Want de Heilige Geest is bij ons, zegt Paulus. Als jij niet meer weet wat je moet bidden, dan bidt de Heilige Geest voor je. Want Hij weet precies wat je nodig hebt. Hij vraagt God om te helpen. En God luistert altijd naar de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat het goed komt. Ook al ben je nu zo erg verdrietig, ook al denk je nu dat je nooit meer blij wordt, God zorgt ervoor dat je op een dag weer blij zult zijn. Hij gaat ons later een prachtig leven geven dat nooit meer ophoudt. Je ziet het nog niet, maar geloof me maar, het gaat echt gebeuren, want God houdt van ons en God houdt ook van jou. Dat is het stuk dat ik vandaag met jullie wilde lezen, zegt Roefus. Zullen we samen bidden? Rosa's gedachten dwalen af. Ze denkt nog steeds aan wat Roefus net heeft voorgelezen. Mama is er niet meer. Maar ze zijn dus niet alleen, papa en zij, want de Heilige Geest is bij hen. En jij helpt hen. Als het niet lukt met bidden, dan geeft het niet. Dan doet de heel geest dat gewoon. <clears throat> en dan geeft God wat ze nodig hebben. Amen, zegt Rufus. Huh? Rosa knippert met haar ogen. Oei, is ze nu helemaal vergeten om mee te bidden? Kijk eens mensen, zegt Priska. We hebben weer een heleboel lekker eten vandaag. Neem waar je zin in hebt. Er is genoeg voor iedereen.